Met 8 namen op de affiche, een goed voorbereid programma en opnieuw het Sint-Jan Bergmans College als vaste stek, kan de jubileumeditie van Krakrok niet stuk. Toch haken 2 groepen op de valreep nog af. Gelukkig vinden de mensen van het jeugdhuis snel vervanging. Onder meer de Amerikaanse groep 16 Horsepower ziet een last-minute optreden in Avelgem wel zitten. Na 10 jaar is Krakrok nog altijd een eerder kleinschalig festival. Sober, zeggen de organisatoren zelf, maar dat hoeft geen nadeel te zijn. Sommige groepen, zoals 16 Horsepower, hebben het liever zo. Sometimes the bigger festivals, there's too much going on for everybody to see what happens, you know, and for you to be close to the crowd. This was good. The crowd was close to the stage. Krakrok is niet het type festival dat onbetaalbare megasterren naar België kan halen. Maar sinds een aantal jaar probeert het wel groepen te programmeren die wat meer exclusiviteit garanderen. En dat is ook dit keer gelukt met Hoover, een Belgische groep die bijzonder zuinig is met optredens. De groep houdt het overigens doelbewust mysterieus. Als je naar de muziek luistert, als je de cd beluistert, dan heb je wel een bepaalde sfeer. En als wij live optreden, willen wij ook dat die sfeer bewaard blijft. En als we festivals, het moet eigenlijk voor de belichting en zo, dat heb je misschien zelf gezien, moet het eigenlijk donker zijn. En festivals is dat meestal niet het geval. Krakrok krijgt Hoover wel op het festivalpodium, onder meer met Two Wiki, een nummer dat ook ter oren kwam van de Italiaanse cineast Bertolucci. Hij gebruikte het voor zijn recentste film Stealing Beauty. We zijn er natuurlijk blij omdat dat erop staat. Het is natuurlijk een troef eigenlijk op voorhand dat je een beetje in je handen hebt. Maar voor de rest, we zijn gewoon enthousiast, maar niet, we willen niet gewoon paard voor de kar. De kar voor het paard spannen. Dat was het. Eigenzinnig en eigentijds. Zo omschrijven de mensen van het jeugdhuis het programma. En daarbij weren ze geen onbekende namen. Vul die aan met enkele populaire groepen en je krijgt een gedurfde, maar geslaagde affiche. En dat heeft eigenlijk vooral te maken met het feit dat het festival wordt georganiseerd door een jeugdhuis. Dat betekent dat het jonge mensen zijn die de programmatie zelf samenstellen. Dus dat betekent ook automatisch dat je qua muzikaal aanbod meer de vinger aan de pols houdt. Soulwax is een van de groepen die op dit moment scoort bij het jonge volkje. De groep rond de broertjes De Walen is al een tijdje bezig, maar het is pas dit jaar dat ze echt doorbreekt. Leave the Story Untold, zo heet hun debuut-cd. Avelgem loopt er alvast warm voor.